dat kan dat je wel is zeggen. Dat is een beetje tragisch. Ja. Ja, nou, ik denk dat hij, buiten een heleboel waarden heeft gerekend. In die zin dat hij de kracht van het nationalisme in al die deelrepublieken, in Armenië, in Georgië, ongelooflijk heeft onderschat. Op het moment dat de druk van de ketel ging, stond heel Jerewan op straat om de onafhankelijkheid van Armenië te eisen. Dat heeft maanden geduurd. Er werd daar gewoon maandenlang niet gewerkt, omdat iedereen eiste dat Karabach bij hun kwam en Armenië los van de Sovjet-Unie. En zo ging het in Georgië ook. En zo ging het in de Baltische Staten natuurlijk ook. Dat heeft hij niet voorzien, dat heeft hij niet weten te beheersen. In die zin was hij niet een geweldige, intelligente leider. Hij was alleen zo vol van oprechte goede bedoelingen dat het is gebeurd. Maar het is daarmee groef hij zijn eigen graf en het graf van velen. En ook het graf van de Sovjet-Unie als land. En dat heeft hij niet gewild. Nee, en hij heeft ook niet het weten te voorkomen. Op een gegeven moment heeft dat proces zijn eigen dynamiek gekregen en hij had daar volstrekt geen controle meer op. Nee, hij had daar praktisch geen controle meer op. Die dynamiek was ook zo ontzettend krachtig, die middelpunt, vliedende kracht, de absolute wil om uit die Sovjet-Unie te ontsnappen in al die republieken. Die was zo sterk, daar vloeide ook bloed. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd, ook onder Gorbachev, om dat eronder te krijgen. En dat lukte niet, het maakte het alleen maar erger. De beweging werd daar alleen maar sterker van. Dat waren niet per se allemaal democraten overigens, integendeel. Maar het waren wel krachtige bewegingen.